Hallo YouTube-kijkers, hier ben ik weer, Jok de Aap, en ben nu hier in de Christiaan de Wetstraat, weer in Dordrecht, voor een gesprek met een bekende Dordtse historicus en dichter, Kees Klok. En hij zit hier op mij te wachten binnen, denk ik, en ga ik nu weer bellen en naar binnen hoor. Hallo, kijk Hallo. Eens aan. Wie is daar? Hallo, meneer Kees Klok. Kom binnen. Oké. Hallo, meneer Kees Klok. En u weet dat ik Jok ben, hè? En dit beroep van de maand met u komt op YouTube, hoor. Ik mag u nu vragen stellen over uw beroep, hè? Welkom, Jok. Ik vind het heel leuk dat je hier bent. En ik vind het ook leuk dat je mij vragen komt stellen. Dus ik zou zeggen, ga je gang. Okay. Vragen maar op los. Hoe lang bent u als Dordtse historicus en dichter? Nou, eigenlijk al heel lang. Want ik was 15 jaar, geloof ik, toen ik mijn eerste gedicht schreef in de schoolkrant. En ik heb daarna geschiedenis gestudeerd. En dat is ook al heel wat jaren geleden. Ik denk er wel zeker al een jaar of 40. Dus wauw. Dat is een hele tijd. Hè? Ja, toch tof hoor. En hoe is het gekomen dat u historicus en dichter werd? Nou, dichter, ja, als dichter word je eigenlijk geboren. Dat zit in je. En dan ga je op een gegeven moment gedichten schrijven. En historicus, ik was altijd heel erg geïnteresseerd in wat er vroeger gebeurde. He, de tijd van die ridders en die kastelen en die paarden en alles en zo. En daar ga je dan veel over lezen. En dan op een gegeven moment dan moet je kiezen om iets te gaan studeren. En toen dacht ik, nou, dan doe ik maar geschiedenis. Wauw. Nou, tof hoor. En wordt u vaak uitgenodigd met uw beroepen hier in Dordrecht? Jazeker. Ik word nog wel eens gevraagd om dingen te vertellen over de geschiedenis, meestal van Dordrecht. He, dingen die hier gebeurd zijn vroeger en die we uitgezocht hebben. En waar mooie verhalen over bestaan. En soms ook wel over de geschiedenis van Griekenland of van Cyprus. Dat is wat verder weg. He, maar daar zijn ook veel eilanden, net als het eiland van Dordrecht natuurlijk. Ja. Wow. Maar dat gebeurt regelmatig. En waar gaat u dan historie vertellen en dichten? Nou, gedichten, dat kun je. Soms is er publiek bij door of in een café of ergens anders. Hè, waar je gevraagd wordt. Ik word wel eens bij Studio De Wit gevraagd van Ben Corino als dichter van dienst. Dat is een aantal Dordtenaren die dat doen. En verhalen over de geschiedenis, die vertel je meestal toch in een zaaltje waar serieus publiek is, dus in de bibliotheek bijvoorbeeld. Wauw. Daar kom ik nog wel eens en daar vertel ik dan. En binnenkort ga ik ook met nog een historicus uit Dordrecht, die heet Remy Balistreri, gaan we in Café Visser gaan we beginnen met, dat heet kroegcolleges. Dan gaan we kleine leuke geschiedenislesjes geven in het café. Kunnen de mensen er wat bij drinken? Kunnen ze nog wat vragen ook? En het is niet moeilijk. En het duurt niet zo lang, maar het is wel heel interessant en heel gezellig. Ja, dat is zeker een gezellig restaurant, hè? Ja, maar ook die colleges worden heel gezellig. Want het heet wel college, maar het is eigenlijk een praatje over de geschiedenis. En vindt u het leuk om publiek te vertellen? Ja, dat vind ik heel leuk. Want ik heb natuurlijk ook in het onderwijs gezeten. Ik vind het altijd leuk om mensen iets te vertellen waar ze wat van kunnen leren of wat ze gewoon leuk vinden om te horen. Dat is ook leuk om te doen. En dan krijg je ook leuke vragen, zoals die vragen van jou nu. En heeft u wel eens iets grappigs of iets spannends meegemaakt? En wat was dat dan? Nou, spannends en grappigs als historicus. Ja, je komt wel eens dingen tegen als je onderzoek doet. Ik zal je één ding vertellen. Ik heb eens een keer heel stiekem, toen ik onderzoek deed op het archief hier in Dordrecht, de naam van mijn opa ingetikt. Wauw. En toen kwam ik erachter dat hij in 1953 een bekeuring kreeg. Dat stond in het politierapport, want hij was winkelier.
En die moesten om 6 uur dicht. Maar dan kwamen er wel eens mensen nog even bellen om 6:15. Wow. Van ja, ik ben wat vergeten. En dan zei mijn opa, nou dan verkoop ik het je nog wel. Dat vond de politie niet goed, dus toen kreeg hij een bon. Nou, dat zijn dan van die leuke dingen waar je toevallig achterkomt. Nou. En mogen de kijkers van YouTube, en dat zijn kids dan met ouders, en ik ook hoor, mogen we dan nog luisteren van uw verhaal of een gedicht? Ja, ik kan best een gedicht voor je voorlezen, maar dan moet ik het even gaan pakken. Oké. Ja? Nou, het gedicht wat ik voor ga lezen, dat heet Dordrechts Museum. En voordat het Dordrechts Museum museum was, was het wat ze toen noemden een krankzinnigengesticht. En dat kun je nog een beetje terugmerken in het museum soms. Dordrechts Museum. Hier spiegelen de wanden soms nog een beetje de wanhoop van gekken of voor gek gehoudenen. Waar ooit de bloedvlekken van koppen tegen de muur zich mengden met tuberculeuze fluimen, hangt een statige regent of een zonnig doorkijkje. En waar kijvende zusters hun terreur om bestwil praktiseerden, volgt een schuchter meisje, dromerig haar gids. Met de doodshoofden voorgoed achter het betengel, wijst een penseelstreek de toekomst na. Buiten huilt een uit de tijd gegroeide beuk, dreigend in de stormwind. Illusies kunnen alleen leven tussen kwetsbare muren. Wauw, applaus hoor. Dankjewel Jok, dankjewel. Nou, het gedicht van meneer Kees Klok, supergoed hoor. En jij hartelijk bedankt voor je bezoek. Ik vond het erg leuk en ik vond het heel leuk om met je te hebben gepraat. Ja. Tot ziens.